Vandaag in het DBC-nieuws de opening van de nieuwe vestiging van de voedselbank, de Essenaren gingen naar de stembus en de deelnemers van de Obstacle Run kropen door de modder. Bij Plus houden we van rijst. Neem nou onze Fairtrade pandanrijst. Een lange korrel met een lichte nootachtige smaak. Heerlijk, maar ook eerlijk. Want de rijstboer in Thailand krijgt er van ons een goede prijs voor. Dat is goed voor de boeren daar en goed voor de boeren hier. Wat is dit, hè? Wat zoekt hij nou, joh? Oh, de saus. Waar ken ik hem toch van? Plus, goed eten. Daar houden we van. Albert Heijn, Fresh Mix. Dat is heel veel vers voordeel in de mix. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Expert Bokstel. Welkom bij het DBC Nieuws van woensdag 4 oktober. DBC Nieuws is een samenwerking tussen Omroep Dommeland en Brabant Centrum. Veel belangstelling maandagmiddag aan de Achterbergstraat in Bokstel. Daar opende na een flinke verbouwing en verhuizing de voedselbank haar deuren. Het nieuwe onderkomen van de voedselbank zit in een bijgebouw van het Wereldhuis. De 160 cliënten kunnen hier wekelijks een voedselpakket ophalen. Dit werk doen wij echt allemaal voor onze cliënten. Momenteel ongeveer 160 in aantal. Dat wil zeggen bijna 460 monden die we elke week in onze 4 locaties van een pakket voorzien. Burgemeester Mark Buys was aanwezig bij de opening. Je zei net, de ramen zijn hier aangeslagen en dat is toch het gevoel wat ik hier vandaag krijg. De warmte van Bokstel en dat is geweldig. Hè? Dat voel ik echt. Je ziet het letterlijk op de ramen, ik voel het ook. De manier waarop dit tot stand gekomen is door alle vrijwilligers. Want aan de ene kant vind je het geweldig dat je hier mag staan, dat je dit mag openen. Aan de andere kant schaam je als burgemeester ook een beetje dat je deel uitmaakt van een samenleving waarin dit eigenlijk nodig is. Met het plaatsen van artikelen in de nieuwe koelvitrine was de voedselbank geopend. Maar dit wordt de symbolische opening van de voedselbank. Ploeteren door de modder en ondertussen allerlei hindernissen trotseren. De Obstacle Run bij de Langspier stelde deelnemers flink op de proef. De race was duidelijk niet bestemd voor watjes. De dag begon natuurlijk met een uitgebreide warming-up. Een 3,5 kilometer lange stormbaan bedwingen lukt namelijk niet zonder goede voorbereiding. Het parcours kende meerdere modderige hindernissen. Maar de ingezeepte buitschuifbaan bij de finish maakte de deelnemers weer lekker schoon. Opsplitsen of zelfstandig blijven, dat is de keus die de Essenaren woensdag 4 oktober moesten maken. De dorpsbewoners trokken naar de stembus om een mening te geven over de toekomst van de gemeente Haren. Wie anders dan onze verslaggever Hans van Haren ging naar Es en peilde de meningen. Weet u wat u kunt stemmen? Wat er mogelijkheden zijn? Of wij blijven zoals het nu is. Ja. Of dat we verdeeld worden over verschillende andere gemeenten. En ja, dat klopt. En wat zou u willen? Nou, ik zou eigenlijk het liefste willen zoals het nu is. En mocht dat niet haalbaar zijn, dan eventueel bij Bokstel. Want wij zijn het meeste op Bokstel gericht. En dat zou een aanwinst zijn voor Bokstel. Nou, ik zou het eigenlijk zo willen houden. Nou, het bevalt me eigenlijk prima zo. Ik vind Es is gewoon een prima dorp. En dan denk ik, waarom veranderen? Voor mij is het een gevoelskwestie. Woensdag is het zover, hè? Dan moeten we stemmen. Ja? En wat is uw voorkeur? Ja, gewoon dezelfde. En u gaat wel stemmen? Ja. Ja. Eigen gemeente vind ik wel leuk, maar ik snap dat het misschien beter is om het op te splitsen. Maar ik weet wel dat heel veel mensen vanuit Es meer Bokstel gericht zijn dan Haren gericht. Dus ik denk dat dat wel een voordeel is.
als je dan toch eerder naar Bokstel gaat, dan is het misschien ook handiger als je naar het gemeentehuis in Bokstel moet als er iets te doen is. Ik heb eigenlijk denk ik onvoldoende reden om te zeggen van dat haar opgesplitst moet worden. Ook een bekend gezicht. Dat zal zeker wel de andere wethouder van mij zijn, of niet? Bijna goed. Dit is de burgemeester van Bokstel. Ja. Mark Buijs. Ja, oké. Nou, die ziet er sympathiek uit. Dus ik neem aan dat dat dan wel goed komt. Ja, ik neig dan eerder naar Bokstel toe. Omdat Bokstel, daar heb ik veel meer mee met de connectie. Zo zwemles van mijn dochter. Wat zou jouw voorkeur hebben? Mij zou het eigenlijk niet uitmaken als S bij Bokstel zou komen. Want ja, het is eigenlijk Bokstel en S scheelt qua gemeente eigenlijk vrij weinig, dus ja. Ga je in Bokstel naar school? Ja. Ja, ik blijf bij haar. Ja? Ja, ik denk als S Bokstel, de lijntjes zijn relatief kort, ligt ook dicht bij elkaar, dus wel een logische stap, zeg maar. Ja. Ik geloof niet dat we makkelijk naar Vught toe moeten gaan, zit ook nog dichtbij, maar ja. Dan even, wie is dit? Waarschijnlijk ook een van de wethouders, maar ik heb er ook geen naam bij. Nou, als u naar Bokstel wilt, dan wordt dit uw burgemeester. Oké. De notaris Appel, Schaft Naassen en Gronsvelder Klumke. Tijdens de appelproeverij in Boomgaard in Den Hof konden fruitliefhebbers smullen van 86 bekende en minder bekende soorten. Door de slechte oogst viel de opbrengst wel wat tegen. De proeverij luidt elk jaar de herfst in. Kraampjes met pompoenen en honing bereiden de Bokstelaren voor op het najaar. De bezoekers mochten ook appels plukken in de boomgaard. 50 toeterende vrachtwagens reden zondag door de straten van Bokstel. Aan de trucktour van de afvalstoffendienst Den Bosch deden ook 6 Bokstelse vuilniswagens mee. De trucktour is een idee van afvalstoffendienst ’s-Hertogenbosch en beleefde dit jaar alweer zijn 3e editie. Het doel is om deze mensen die in behandeling zijn bij Cello, Renier van Arkel of meedoen aan Samensterk in de wijk in Vught een onvergetelijke dag te bezorgen. Zo'n 65 mensen mochten dit jaar als passagier mee met de trucktour. De stoet trok eerder alleen door de provinciehoofdstad. Dit jaar werd de route uitgebreid. De vuilniswagens reden ook door het centrum van Bokstel. De kolonnen van 50 trucks vormden een indrukwekkend gezicht in het dorp. De chauffeurs werden toegezwaaid door het publiek. De gemeente Bokstel wil volgend jaar weer meedoen aan de trucktour. 2500 vissen werden zaterdag uit het Leisven gehengeld. Ondanks de regen was er toch veel belangstelling voor de viswedstrijd Bokstel Open. Gewapend met paraplu's vonden de 34 hengelaars een plekje langs de oever van het Leisven. Jan Romme ving met 212 vissen de meeste exemplaren. Daarnaast vielen ook Henk Klein met 177 vissen en Twan van Berkel met 164 stuks in de prijzen. Dit was het DBC-nieuws van deze week. Bedankt voor het kijken. Volgende week zijn we er weer met een regio-tv-journaal voor Bokstel, Liemde, Lenneheuvel-Es en Geermonde.